De afdeling religieuze aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken is gestart met de training van huwelijksambtenaren. Op voordracht van verschillende religieuze organisaties is op 11 juli de eerste groep van 27 personen begonnen aan het trainingstraject van 2 weken. Volgens de religie is de basis van een sterk gezin dan ook een goed huwelijk, zei BISA-minister Mike Noor Salim bij de start van de training. Het ambt van huwelijksambtenaar werd in 1940 in het leven geroepen. Om te worden toegelaten tot huwelijksambtenaar is er een minimale opleiding vereist. Daarnaast hebben deze ambtenaren een extra rol. Zo moeten ze zich ook bezighouden met pre-huwelijkse counseling. Bij het ministerie komen veel voordrachten binnen voor de training van huwelijksambtenaren, zegt Stanley Suropawiro van de afdeling religieuze aangelegenheden. Het ligt in de bedoeling om nog 2 groepen te trainen. Dat zal gebeuren op respectievelijk 1 en 15 augustus. Met de 3 nieuwe lichtingen komt het korps huwelijksambtenaren op meer dan 400 personen.